De aanleiding is geweest om deze machine te kopen is vooral arbeidsbesparing en ook arbeidsverlichting eigenlijk met name. Het strooien van de hokken, dat nam altijd best wel veel tijd in beslag en het is gewoon zwaar werk. Eerder deden we het met de hand. Mijn naam is Rick van Brenk. We zijn hier in Hollandse Rading. Klein plaatsje in de provincie Utrecht. We hebben hier een melk- en vleesveebedrijf. We hebben deze stroomlazen nu sinds april van dit jaar in gebruik. Op een beurs heb ik bij wat fabrikanten informatie gevraagd. Later ook bij ons eigen mechanisatiebedrijf hier in de buurt. En toen bleek eigenlijk dat er al meerdere mensen hier, andere boeren in de buurt waren, die ook hadden geïnformeerd naar een stroomlazer voor aan de mini-shovel. En zodoende is eigenlijk, zijn ze met deze fabrikant gekomen, VDMJ uit België. En die man die is hier een demo komen doen. Die is gewoon hier met zijn busje en die machine aankomen rijden. En die heeft hem eigenlijk ter plekke aan onze eigen mini-shovel gebouwd. Nou, zo heeft hij een demo gedaan. En dat was wel eigenlijk het moment dat wij dachten van, god, dit gaat wel echt een stuk makkelijker als dat je alles met de hand moet doen, zeg maar. Dus dat heeft ons echt over de streep getrokken om deze machine te kopen. Prijstechnisch was deze, in vergelijking met de andere, was deze eigenlijk ook het beste. Nou, de strooier werkt met twee slangen en één stekker. Dus die gaan we nu even aankoppelen. Het is gewoon een dubbelwerkend ventiel. En daarmee bedienen we eigenlijk alle functies van de strooier. Het enige wat erbij is gekomen is de stekker om de strooier te bedienen met de bedieningskast. Die zit nu gewoon vast in de cabine op een steun. Nou, doen we even het kettingje achterlangs. Zodat het stro er niet uitvalt. Dat we niks knoeien onderweg. Deze is speciaal ontwikkeld voor aan de mini-shovel. Mini-shovel vanaf 2300 kilo. Nou, deze weegt bijna 2400, dus dat komt precies, zeg maar. En aan de mini-shovel, dat is gewoon wel zo compact en handig. Er zit hier een bodemketting. Die kun je gewoon doseren als het ware, de oliestroom. Hoe snel of hoe langzaam die het invoert. Dan zit daarachter nog die wals. En daar zitten messen op. Daar verkleint hij het stro eigenlijk als het ware een beetje mee. En dan trekt hij ook die plakken alvast een beetje uit elkaar en die voert het eigenlijk daarachter door naar de blower. Nou, dat is gewoon een schoeperrad en die gooit het door de pijp naar buiten. De pijp die kunnen we gewoon draaien. De klep, daar kun je eigenlijk voornamelijk mee hoe ver je blaast, dat kun je daarmee sturen. Meestal leggen we twee balen stro klaar. En daar past een halve baal stro in, dus dan kunnen we vier keer laden. En dat is in principe voor 4 à 5 dagen strooien voor ons, zeg maar. En dan rijden we gewoon langs de hokken. En het instrooien is eigenlijk nog minder werk als deuren open doen en het aankoppelen en alles daaromheen. Dan ben ik eigenlijk in een kwartiertje klaar met strooien. Terwijl dat normaal meer dan een half uur was je zomaar bezig. Dus het bespaart zeker de helft aan tijd. Ander voordeel voor ons is dat het echt wel serieus stro bespaart. We merken dat de hokken gewoon makkelijker schoon en makkelijker droog blijven. Dat komt toch doordat de strooier die trekt het gewoon veel meer uit elkaar en die verkleint het stro nog een beetje. Als dat jij het normaal zelf zou doen met de hand, dan bespaart het ons nog best wel wat stro in een jaar. En zo verdient hij zichzelf eigenlijk ook makkelijker terug. Spaart je rug ook, want dat gezeul met dat stro, dat word je toch zat op een gegeven moment. We zijn aan tijd kwijt, zo ongeveer van begin tot einde met aankoppelen en afkoppelen en alles erbij. Ik denk ongeveer 10 à 15 minuten. Eigenlijk de enige overweging voor ons om het niet te doen, dat was omdat we toch best wel bang waren met dat blazen, dat je best wel veel stof kreeg in de stal. Maar ik moet ook zeggen, uiteindelijk, je doet natuurlijk de deuren open omdat je erdoor moet rijden. En dat waait een beetje door, maar eigenlijk met dat stof, je hebt er eigenlijk bijna geen last van.